wetenschap van Tara. Het testament van Slavko, de conciërge van de universiteit waar Niels werkt, bevat een verrassende opdracht. Slavko vraagt Niels hem te begraven in zijn geboortegrond. Ergens in Servië, maar waar precies, dat herinnert hij zich niet. Voor Niels, moleculair bioloog, man van de wetenschap, betekent de opdracht dat hij een ingrijpende reis voor de boeg heeft. Die hem met geweld uit zijn comfortzone slingert. Met een lijkwagen volgt hij Slavko's spoor door het hart van Europa. Hij ontmoet oude liefdes, sinistere mafiosi en ontredderde kunstenaars. Langzaam komt Niels erachter hoe het leven van Slavko is ontspoord in de schaduw van de Balkanoorlog. Waarom zou je dit boek lezen? 3 goede redenen en 1 tamelijk slechte. 1. Wonderlijk absurd. Wat dacht je van een vrouw die 's nachts tuba speelt in de bossen? Jammerlijk mislukte seks omdat het douchehokje te krap is. Of een lijkwagen die moet blijven draaien omdat anders de airconditioning uitvalt met alle gevolgen van die. 2. De onwaarschijnlijkheid van de waarheid. De personages zijn vaak bigger than life. Een zakenman die zijn imperium heeft opgebouwd via de verkoop van dromen. Krankzinnige smokkelverhalen van radeloze Serviërs. Wat als ik je zeg dat 90% hiervan is geworteld in de waarheid? 3. Road novel. Je bent uitgenodigd om met de hoofdpersoon op reis te gaan. Bestemming onbekend, maar met toenemende snelheid op weg naar het onvermijdelijke ontrafeling van een man die alle controle denkt te hebben tegenover iemand die alle controle heeft verloren. En 1 tamelijk slechte reden. Anderen gingen u voor en zijn enthousiast teruggekeerd. 4 sterren in het Noord-Hollands Dagblad, 5 sterren op bol.com. Als de wetenschap van Tara een film zou worden, zou het cultstatus in mijn collectie verwerven. Zo mooi en absurd is deze kleine roman. Aldus recensent Jan van Beersum. Ach, lees het zelf. De wetenschap van Tara. De wetenschap van Tara. De wetenschap van Tara. Hoe heet je het boek eigenlijk? De wetenschap van...